Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij, hier op het Jotrex, de ene rechter natuurlijk. Hoe is het met mij momenteel? Het is lekker rustig, heerlijk rustig. Het is nou momenteel, sinds gisteren is het weer niet rustig. Ja, het is zomer, het is zomervakantie. En als de zomervakantie is, dan komt het ongedierte ook weer tevoorschijn. En als ik het over ongedierte heb, dan heb ik natuurlijk altijd aan de bovenburen. Ze zijn er weer. Er is ook momenteel heel wat gebeurd. Maar dat ga ik allemaal niet vertellen. Dat is allemaal niet echt heel erg relevant voor de video. Ik ben mijn tas kwijt, jongens. Wie heeft mijn tas gestolen? Bokito, heb jij mijn tas gestolen? Ik weet het niet. In ieder geval, het is... Ik ben mijn tasje kwijt, maar... Dat tassie, daar zit wel mijn pookie in. En dat is makkelijker om te opnemen. Ik heb hem al gevonden. Huppakee. Even erin schuiven dat ding. En huppakee. Het gaat een stuk makkelijker zo. Het filmen gaat zo een stuk makkelijker. In ieder geval, maandag ga ik in ieder geval weer wat leuks doen. Dus hou het kanaal in de gaten. Want ik ga maandag weer een leuke vlog opnemen. Zou je denken, maandag heb je vakantie? Nee, ik werk nog gewoon. Maar ik heb maandag één dagje vrij. En dan ga ik weer wat leuks doen. Dus hou het kanaal in de gaten. Ik ga daar verder niet te veel over zeggen. Jullie zien vanzelf wel wat het is. In ieder geval. Ja, lekker rustig is het. Geen kermissen meer. De kermissen, dat is echt voorbij. Misschien een paar grote. Ik wil in ieder geval sowieso nog naar Tilburg en naar Eindhoven. Die wil ik wel in ieder geval sowieso meepakken. Want dat zijn gewoon de kermissen, de leuke kermissen. Zijn dat. Dus ja, die wil ik sowieso pakken. Het is momenteel bloedheet. Of het zou bloedheet worden. Volgens mij, ja, momenteel merk ik er nog niet echt veel van. Maar ik ben nog niet buiten geweest. Ik blijf lekker binnen. Ik zit lekker Planet Coaster te spelen. En ik heb het prima naar mijn zin zo. Nou ja. Op de herrie van bovenna. Maar goed, in ieder geval. Ja, ik heb het naar mijn zin. Ik hou van de rust. Ik ben een beetje het vlog een beetje beu eigenlijk aan het worden. Wil niet zeggen dat ik gelijk direct ermee stop. Maar er zullen inderdaad dit jaar veel minder vlogs zijn dan normaal. Ja, waarom? Omdat ik gewoon niet zoveel zin meer heb. En ik niet echt weet waar ik naartoe moet om te vloggen. Want ik heb eigenlijk alles al een beetje gepakt. Ik heb alles al een beetje gevlogd, eigenlijk al een beetje de buurt en zo. En dat is het eigenlijk een beetje. Daarom dus niet echt heel veel video's meer op mijn kanaal. Maar dat wil niet zeggen dat ik echt ga stoppen. Af en toe zal er even een maand tussen zijn dat ik niks heb. En als ik wat leuks heb, dan heb ik het. En dan zal ik het zeker weten op mijn YouTube kanaal plaatsen. Dat is eigenlijk een beetje, momenteel even wat er bezig is. Wat doe ik dan de rest van de dag? Ik zit eigenlijk, als ik vrij ben, ik ben natuurlijk ook werken. Als ik vrij ben, dan ben ik lekker aan het computeren. Of ik ben televisie aan het kijken, of ik zit op TikTok live. Daar zit ik ook heel veel op. Vind ik gewoon leuk. Leuk om te doen. TikTok live heb ik een vast vriendenclubje waar ik mee zit. En dat is zo gezellig. Dat is gewoon prima te doen. En het YouTube. Ik plaats alleen als er wat leuks is. Ik ben niet meer zo echt heel erg dat ik echt elke dag of om de twee dagen een video moet plaatsen. Die tijd is echt een beetje geweest na 6 jaar. Kan dat ook eigenlijk niet meer. Je kan niet zeggen van we gaan gewoon nog steeds door. Eigenlijk op de voet waar ik mee begonnen ben. Ja, het kan wel. Maar ja, ik heb ook veel te doen. Ik ben veel bezig. Ik werk veel. En het kan gewoon niet. Ik ben er een beetje... af en toe moet ik ook mijn rust pakken. Ik word ook ouder. En ik moet gewoon af en toe mijn rust pakken. En dan ga ik lekker gewoon rustige dingen doen. Televisie kijken, een beetje op TikTok zitten. En heel veel slapen. Dat doe ik ook tegenwoordig heel veel. Want ik ben best wel moe. Hetgene waar ik in december of november eigenlijk last mee kreeg. Dat is
nog niet echt helemaal voorbij, maar het gaat wel al een heel stuk beter. Maar dat komt ook omdat ik heel veel rust pak. Dus ik moet gewoon wat meer rust pakken voor mijn eigen. En dan komt het allemaal wel in orde. Ik kan normaal op mijn venstertje drukken en dan zie ik hoeveel minuten ik gefilmd heb. Nou, dat doet hij nou in ieder geval niet. Maar in ieder geval, dit was even de vlog. Ik ga in ieder geval, maandag ga ik weer in ieder geval weer hele leuke vlogs maken. Misschien van het weekend, maar hang me er niet aan op. Kan ook zo zijn dat ik het dit weekend ook lekker gewoon rustig aan doe. En dat ik geen video's plaats. Maar ik wou eigenlijk nog naar buiten. Wou ik morgen of vandaag nog eventjes. Het wordt vandaag wel ontzettend warm weer. En morgen zou het ontzettend slecht weer worden. Dus hang me er niet aan op. Ik wil in ieder geval. Ik kijk nog eventjes wat ik ga doen. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan wordt u op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik kan alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En tot de volgende video maar weer. Groetjes van deze kant. Bye bye. Hoi.